Het centrum van Nijmegen vond maandagmiddag opnieuw een klimaatdemonstratie plaats. De demonstratie werd georganiseerd door de actiegroep Extinction Rebellions. Zij vinden dat de overheid meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Zo'n 25 demonstranten gingen klokslag 12 uur voor het stadhuis liggen. We zijn hier omdat we vinden dat de gemeente Nijmegen, zoals vele andere gemeentes en ook de Europese Unie, de klimaatnoodtoestand moet erkennen. En daar de waarheid over moet vertellen, dit moet publiciteren op hun website. En ook de maatregelen daarbij moet nemen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar niemand doet genoeg. Het besef is gewoon onvoldoende doorgedrongen en daarom moet Nijmegen ook dit openbaar bekendmaken als een feit en op hun website communiceren naar hun burgers. En dit is een die-in waar wij laten zien dat de klimaatcrisis doden gaat kosten. Het gaat gewoon doden kosten. Mensen zullen omkomen door honger, mensen zullen omkomen door watertekort, mensen zullen moeten verhuizen. Het is een enorme ramp. Extinction Rebellion Nijmegen is flink aan het opbouwen en wil nog veel meer actie voeren. Net zoals Extinction Rebellion overal. Extinction Rebellion is op het moment actief in bijna 70 landen. Dit zal zeker effect gaan hebben.